Ondanks dat maandagavond loodgieter Ron van Uffelen op 45-jarige leeftijd is overleden, is het verhaal nog niet klaar. Sinds 20 mei was het bijna 3 maanden rustig rondom de Greta Hofstralaan in Vlaardingen. Maar minder dan 2 dagen na zijn overlijden is het weer raak. In de nacht van dinsdag op woensdag worden er brandbare voorwerpen aangetroffen voor de deur. De politie trof de voorwerpen rond 5:30 aan bij de woning van de loodgieter. Even later zijn de 2 personen aangehouden op de A4. Het vermoeden is dat de brandbare voorwerpen zwaar vuurwerk zouden zijn, maar dat kan de politie niet bevestigen. Ondertussen heeft Richard Korver, de advocaat van Ron van Uffelen, gereageerd namens de familie. Hij wil dat de familie extra wordt beveiligd. Hij schrijft het volgende in een verklaring. De familie van de onlangs overleden loodgieter uit Vlaardingen vraagt de autoriteiten om hen heen te gaan staan. Maandenlang durend onderzoek heeft geen enkele indicatie opgeleverd dat de loodgieter of zijn familie zelf betrokken zou zijn bij enige vorm van criminaliteit. De familie wil niets liever dan in rust de uitvaart voorbereiden en een aanvang maken met rouw. In een democratische rechtsstaat hoort het niet zo te zijn dat je door het herhaald laten afgaan van vuurwerk mensen hun eigen woning uitkrijgt. Mensen die zo onder vuur liggen behoren te worden beschermd. De familie spreekt de hoop uit dat de weduwe en haar 2 kinderen verder gevrijwaard worden van nog meer incidenten en is dankbaar dat buurtbewoners scherp zijn en de autoriteiten hebben gealarmeerd, waardoor vandaag ook aanhoudingen hebben kunnen plaatsvinden. Tot slot dankt zij de politie en het Openbaar Ministerie voor de inspanning om een ieder die met deze incidenten te maken heeft te vervolgen.